De Keukenkampioendivisie. Iedere vrijdag en maandag live op Fox Sports. Geen supporters in het uitvak. De fans van de Superboeren zijn alle regeltjes helemaal beu. Dus afwezig in Eindhoven. Van den Boom is er wel bij. Hij droeg 119 keer het shirt van Eindhoven. Swinkels laat die bal los. Dan wordt op de lijn geassisteerd door Amevoor. De Graafschap veel sterker in de eerste helft. Krijgt ook veel kansen, maar scoort niet. In de tweede helft is hier Van Michem. En die heeft wat pech bij de afronding. En alsof dat allemaal nog niet genoeg is, is dit een minuutje later. Weer Van Michem. De kaats van Seuntjes is optimaal. En Nijland raakt dan maar een keer de lat. Om maar aan te geven dat het De Graafschap niet bepaald mee zit. Het is één richtingsverkeer, zo goed als in het Jan Lauwersstadion. En het gaat allemaal richting doelman Swinkels. Tot dit moment. Zo waar een keer een aanval van Eindhoven. Daar is Sicilia met het hoofd. Hij komt naast het doel van Jurrius. De Graafschap op twee punten van de koploper. Krijgt hier een knauw. Want Sicilia loopt die voorzet knap binnen. Wijst al lang waar hij hem wil ontvangen. En dan is die assist van Eugenia op maat. En staat De Graafschap op achterstand. De Graafschap dat in 2020 nog geen punt verspeelde. Maar zoveel moeite heeft met scoren vanavond. En dus krijgen ze assistentie. Van Pijnenburg en Jansen. Dat Eindhovense duo passeert daar doelman Swinkels. Dan zit het dus ook een keertje mee voor De Graafschap. Dat dus ook al paal en lat heeft geraakt. Maar 1-1, dat is eigenlijk niet genoeg in de titelrace voor Snoei en zijn mannen. Ze speelden al heel vaak gelijk dit seizoen. En dus gaan ze nu op jacht naar 3 punten. Maar in die jacht moet je oppassen dat het achterin wel dicht blijft. En dat is hier niet het geval. Daniels rapper dan Owusu. En dan kan hij geheel tegen de verhouding in de 2-1 maken. Maar dat laat hij na. Eindhoven heeft al het kruid voor het laatst bewaard. Want hier is de thuisploeg andermaal. Sicilia voor het doel. Daar zit ook Daniels. En deze combinatie tussen die twee levert geen doelpunt op. En zo blijft het 1-1. Daar balen ze vooral bij De Graafschap van.